geliefden. Ik heb net een heerlijk recept gemaakt, namelijk zoete wafels. Een recept dat ik al heel lang wilde maken, maar het kwam er steeds maar niet van omdat ik geen wafelijzer had. Nu heb ik die wel, dus ik ben meteen aan de slag gegaan. Het resultaat is absoluut verrukkelijk, echt heel erg lekker. Hoe je ze maakt, trouwens, ik laat je even de stapel zien die ik gemaakt heb. Dit zijn ze. Met dit recept kun je 10 flinke wafels bakken. Hoe je ze maakt ga ik je nu laten zien in de video. 2 eieren, 125 gram zachte roomboter. Deze heb ik even een paar tellen in de magnetron zacht laten worden. 7 gram bakpoeder, vanille-extract, 80 gram suiker. Dit is fijne kristalsuiker. 250 milliliter melk, halfvolle melk heb ik. Een klein beetje gewoon keukenzout. En 250 gram bloem. Eventjes de platen, bakplaten, lichtjes invetten met een beetje boter. En dan gaat op iedere plaat een flinke schep beslag. En dan gaat het tosti-apparaat dicht. Nou ja, en dan een paar minuten wachten. En dan krijg je dit resultaat. Dus ik ga nu eventjes al het beslag opbakken. In het begin zijn ze nog zacht. Als je ze even laat liggen, dan worden ze mooi krokant. Waffle time, baby! Willen mensen nog meer? Zonnetje, een perfect gebakken wafel en een kopje koffie in de Sinterklaasbeker. Ik ben een gelukkig mens. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Doe dan je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En tot de volgende week. Doei!